Like challenge. Like de video sneller dan dat ik het raam openzet. Oké, bijna. Oeh, frisse lucht. Ik hoor de vogeltjes. Soms hebben mensen één taak, maar gaat het alsnog niet volgens plan. Dat gras moet naar de kapper. Als eerst hebben we deze man. Hij wordt wakker, weet je wel. Hij wil genieten van het uitzicht. Muur. Muur. Letterlijk. Je doet de gordijnen aan de kant en daar heb je een muur. Inderdaad. Ik snap het niet. Ik kan me best voorstellen dat je graag gordijnen wilt neerhangen. Het creëert toch een beetje een huiselijk gevoel. Maar om nou te zeggen dat je dat alleen doet voor de gordijnen, zonder dat er een raam is waar zeg maar de gordijnen voor hangen, dan vraag ik mij af of je snapt hoe gordijnen werken. Dit is ook leuk. Het was koud buiten. Ik heb nog nooit een deur gezien op die manier. Of het is een deur die 200 jaar in de schimmel heeft gezeten. Of het is een deur die zijn haren heeft gewassen met shampoo, maar het niet heeft uitgespoeld. Of het is kei koud. Denk die derde. Oh, dit is ook leuk. Dit hotel adverteerde met het hebben van een bioscoop. Hè, dat trekt mensen aan. Bioscoop, wow, in het hotel. Boe. Als je dat soort geluiden maakt, dan... Ik weet niet. Vervolgens kom je dan in de bioscoop en tref je dit aan. Het heeft de ruimte van de bioscoop. Het heeft de stoelen van de bioscoop. Alleen het heeft niet de bioscoop van de bioscoop. Bioscoop. Dat daar is gewoon een tv. En daar is niks mis mee. Je zult mij echt niet snel horen klagen dat een tv te klein is of niet goed is of geen spijkerbroek draagt. Ik vind wel dat ze dat moeten eigenlijk. Maar daarbuitenom, dit is geen bioscoopscherm. Ik kan me voorstellen als je daarachter zit dat je letterlijk de ondertiteling niet eens kunt lezen. Als de ondertiteling er überhaupt op past. Dit is het wifi wachtwoord. Op zich kan me best wel voorstellen dat je een lang moeilijk wachtwoord kiest voor de wifi. Zo kunnen niet zeg maar de mensen die niet in het hotel verblijven er stiekem gebruik van maken. Maar wat staat hier? Supercalafragalistische... Dat klinkt als een menu bij de Pizza Hut. Eentje met extra onion rings. Dit is insane. Nee. Hier heb je handzeep in een hotel. Alleen er staat geen soap, maar soep. En dat is op zich stom. Want soep, dat drink je. Nu wil ik geen bioloog zijn, maar vermoedelijk is het voor het menselijk lichaam niet goed om zeep te drinken. Doe het niet. Dat is echt sowieso niet goed. Alleen dit hotel, ik weet het zeker, je zou dit hotel gewoon kunnen aanklagen. Ja, ik ben hartstikke misselijk. Ik heb jullie badkamersoep gedronken. Badkamersoep? Ja, dat naast de wasbak. Je moest zo pompen en dan... Meneer, dat is zeep. Er staat gewoon een spellingsfout. Ah, ik dacht dat het lavendelsoep was. Oh, dit is echt naar. Dit is de allerkleinste lift ever. Maar echt zo klein. Als je hier met z'n tweeën in wilt staan, dan moet je wel getrouwd zijn. Wat ik meer bedoel te zeggen, is dat je nogal in elkaars persoonlijke ruimte treedt. Zelfs als je in je eentje daar staat, treed je in je eigen persoonlijke ruimte. Zo klein is die lift. Hij is zo klein dat zelfs de grote smurf zegt, oef, het is warm hier binnen. Ben ik nu een lift aan het dissen? Ik denk het, hè. Maar dit is echt een drama. Sommige mensen kunnen niet tegen kleine ruimtes. Nou, dit is niet jouw favoriete lift. Oh my gosh. Heel leuk. Dit hotel heeft een extra zitruimte. Ja, een ruimte waar je kunt zitten. Alleen ook weer niet. Deze ruimte is niet toetreedbaar. Je kunt er niet naartoe. Je kunt er niet komen. Er is geen trap. Er is geen ladder. Er is geen lift. Het is gewoon decoratie. Hoe hebben ze die stoelen daar überhaupt gekregen? Waarom? Oh ja, over de goed uitzicht gesproken. Het is echt een ding, hè. Hotels profiteren van een goed uitzicht. Als in, ze adverteren met... Neem deze kamer, heb een mooi uitzicht. Nye. Jij trapt erin en vervolgens kijk je tegen een muur. Het is een mooie muur, maar het blijft een muur. Oh ja, dat kan ook. Hey, wil jij toevallig een kopje muur? Ja, die wil ik wel. Nou, dan moet je het kastje daar hebben. Daar zo. Het is letterlijk een kastje met muur erachter. Ik weet ook echt niet hoe dit gebeurt. Like, heeft daar ooit wat gezeten en was het nutteloos? Dus hebben ze het besloten in te vullen met cement? Nou, er zit een verhaal achter. Oh ja, oké. Dit was letterlijk een hotel. Snap je? De letters H-O-T. Hot zijn in de fik gevlogen. Hot, heet, vuur. Ah, mijn woordgrappen zijn zo slecht. Dit is ook wel interessant. Meestal als je je handen wast, dan heb je even de mogelijkheid om te observeren. Ja, dat is. Alleen hier niet. Nee, hier zijn ze meer op kunst, op abstracte kunst. Of nou ja, zo abstract. Het zijn bloemen. Valt best wel mee. Alleen, waarom geen spiegels? Is dat niet juist het hele idee van een badkamer? Hè? Dat je even gewoon kunt checken of je nog haar hebt of zo? Of neus? Oh ja. Oh my gosh. Ja, dit is echt vraag om problemen. Ik hoop maar dat ze een ziekenhuis naast het hotel hebben. Want dit is echt... Het is niet, zeg maar, oké. Je gaat eronder liggen met het bewustzijn van... Nee, er zit iets boven mij. Ik moet niet ineens naar boven gaan. Maar het is niet zo dat als je 's nachts wakker wordt en je wilt wat water drinken... Dat je daar dan nog rekening mee houdt. Wat er dan gebeurt? Nou, dit. Naar. Oké dan. Ja, dat is een heel mooi raam. Oh, het is een raam ter bevordering van de privacy. Oké. Maar ik kan er doorheen kijken. Dus als iemand bezig is met het doen van zijn boodschap, dan maken we dat mee, zeg maar. Want ja, raam. Dit is echt vreselijk. Dit is toch naar. Ik bedoel, dat is toch het hele... Of zit er wel iets voor? Een Luxaflex. Als je dit briefje leest, dan hebben ze het dekbed niet verschoond. Oh, wat erg. Dat is op zich best wel slim. Deze mensen, die hebben een briefje verstopt in het dekbed met dus de tekst. Als je dit leest, is het dekbed nog vies. En schijnbaar hebben de volgende gasten dat gevonden. Dus het is niet zo'n schoon hotel. Bah, hier
Hier hebben we een papierversnipperaar en er staat op klanten suggestiebox. Dus dit hotel neemt suggesties aan van klanten. Hè, bijvoorbeeld, geef ons gratis soep. En vervolgens nemen ze dat in behandeling, maar eigenlijk versnippen ze het gewoon. Dit hotel is bad. Oh, dat is ook grappig. Zeg maar, het karretje van de roomservice is eigenlijk gewoon een gestolen winkelkarretje. Hoe kan dat gebeuren? Leg me uit. Ik bedoel, je hebt een hotel, hè, dat is dan best wel groot, duur. Dat is niet zomaar. Alleen dan bespaar je op de roomservice. Je steelt een winkelkarretje. Oké. Wauw. Ik vind het eng. Ik bedoel, waar komt die stekker vandaan? Zelfs het stopcontact kijkt geschokt. Letterlijk. Dat is echt creepy. Maar hoe kan dit überhaupt? Maar like, het past toch niet? Zeg maar, die... Laat maar. Dit is ook leuk. Oké, dus deze mensen hebben een cadeautje gekregen. Omdat zeg maar, ze zijn vaste gast bij een hotel. Hè? Dus ze krijgen een cadeautje van het hotel. Strik je eraf. Doosje open. 2 chocolaatjes. Nou, laten we het zo zeggen. Het gaat om het gebaar. Dit hotel adverteerde met het hebben van een zwembad. Ze hebben een zwembad, alleen zonder water. Gevuld met grind. Het was ooit een zwembad. Mag dit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zeg maar, zijn er bepaalde... kaasstengels? Dat is niet wat ik wil zeggen. Mag je bijvoorbeeld zeggen... Hey, we gaan de allercoolste jongen ter wereld ontmoeten als je naar dit hotel gaat. En dat ik er dan ineens sta. O ja, dat is wel heel erg oplichten, maar je snapt het. Oh my gosh, dit is een hotelkamer waarbij ze de slaapkamer en de badkamer hebben gecombineerd. In welk opzicht lijkt dat überhaupt een goed idee? Ik bedoel, ik snap het, je wilt de ruimte benutten, maar om nou letterlijk het toilet een halve meter van je bed te zetten, kan je goed mikken? Als je goed kan mikken, dan kun je blijven liggen als je moet plassen. Oké, nee, dit, nee. Oh ja, dit hotel adverteerde met het hebben van een gigantisch fitnesscomplex. Er staat een fiets naast een printer en dat is het. Het is echt vreselijk. Oh, deze vloer. Oh my gosh. Stel voor je bent net wakker, je loopt naar de ontbijtzaal in het hotel, je kijkt even naar beneden. Je bent gewoon knock-out. Het is op zich wel goed voor het hotel, want die hoeven geen ontbijtjes te betalen. Doe iedereen kijkt wel eens een keer naar beneden, dan... Brrr. Dit is echt, wat is dit? Deze mensen van dit hotel hebben een lamp op de muur geschilderd, zodat ze er geen een hoeven te kopen. Oh, en er zit nog een lamplichtschakelaar in. Het is een soort van origineel. Alleen, als dat met de wetenschap is, dat je dan, zeg maar, kosten bespaart, het is wel origineel. Bijna de... Het is wel origineel. Oh, dit is ook... Dit is ook leuk. Ja, dat is ook wel iets. Dit is een manier om je handen te wassen, de vloer schoon te maken en te douchen tegelijkertijd via één kraan. Ik vind het wonderbaarlijk. Het is de abstracte wijze van je handen wassen. Out of the box. Letterlijk trouwens. Want het gaat ver uit de box waar normaal gesproken het water zou moeten zitten. Dus deze mensen, dat is een leuk verhaaltje, staat erbij. Deze mensen kregen een sleutel van een van de grootste kamers van het hotel. Waren helemaal blij. Yay, wij zijn super exclusief. Kijk ons eens. Oeh. Dat is sowieso het dansje wat mensen maken die zich exclusief voelen. Vervolgens komen ze aan in deze kamer. Wat is er gebeurd? Schijnbaar hebben ze een sleutel gekregen van een kamer die nog verbouwd werd. Ja, het loopt uiteraard af dat ze gewoon een nieuwe sleutel krijgen met een nieuwe kamer. Maar toch, het is grappig dat gewoon... Het is leuk, oké. Okay. En dit is echt de meest absurde... Wat is... Oké. Okay. Hier staat... Boeken zijn alleen voor display. Niet om gebruikt te worden. Dus dit hotel heeft een boekenkast waar, you know, boeken in staan. En er staat letterlijk op een bordje bij aangegeven... Hey, deze boeken zijn niet om te lezen. Ik bedoel, kom op. Wat denk je? Het zijn boeken. Je bent toch niet gek? Dan gaat u niet lezen, gozer. Dat is gewoon om naar te kijken. Het zijn boeken. Wie leest er nou nog boeken? Het is absurd dat je het überhaupt in overweegt. Boeken zijn toch om te lezen? Wat maakt het nou uit? Als daar mooie boeken staan, dan wil je die toch gewoon kunnen lezen. Ik ben klaar, weet je. Stomme hotels. Hotels zijn leuk, maar deze hotels zijn gewoon bizar, absurd en vreemd. Dat zijn echt allemaal verschillende termen die eigenlijk op hetzelfde neerkomen. Adios.